Foto's maken met een scherpte diepte effect kan natuurlijk al veel langer, maar nog nooit achteraf. Dat kan wel met de Litro camera, een klein apparaatje dat eruit ziet als een iPod speaker. En daarmee kun je foto's maken waarbij je achteraf bepaalt waar de scherpte ligt. Nou, de Litro camera is een klein apparaatje, vierkant, langwerpig. En aan de voorkant zit een lens, aan de achterkant zit een beeldscherm. Dus je houdt hem zo vast. Je kijkt in het beeldscherm en je maakt foto's met de sluiterknop, die zit op de bovenkant. En in- en uitzoomen doe je door je met je vinger over de bovenkant van de camera te bewegen. Nou, wat meteen opvalt als je het beeldscherm ziet, is dat hij super klein is. 1,5 inch, dus veel kleiner dan je smartphone. Het is bijna net zo groot als je horloge. Ook de kijkhoek van dit schermpje is niet heel erg goed. Als je van een bepaalde hoek naar kijkt, dan kun je niet eens zien wat er op het beeld staat. Daarentegen zijn de touchfuncties van het beeldscherm wel heel erg goed. Hij is erg aanraakgevoelig en dat is handig bij het kiezen van verschillende camera-instellingen. Mocht het je gelukt zijn om een paar goede foto's met de Litro te maken, nou dan gefeliciteerd. Je kan ze vervolgens met het USB-kabeltje wat erbij zit uploaden naar je computer. Op dit moment worden echter alleen de Macs ondersteund, dus een Windows-versie moet je nog ietsje langer op wachten. In die software kun je je foto's dus nabewerken. Je kan het scherpte-dieptepunt van de foto bepalen en dan kun je hem opslaan als JPEG. Of je kan hem opslaan als document voor Facebook en dan kunnen gebruikers het scherpte-dieptepunt dus bepalen. Nou, foto's maken met de Litro, waarbij je dus achteraf kan bepalen waar het scherptepunt ligt, is leuk, maar ook niet veel meer dan dat. Je zou die functie eigenlijk eerder verwachten in een smartphone of in een grappige app, maar niet in een camera van 400 euro. En dat maakt de Litro op dit moment gewoon, ja, duur, onpraktisch en overbodig.